2014 was de voor de Sociaal-Economische Raad echt het jaar voor de dialoog. En met de dialoog bedoel ik dat we heel veel mensen van binnen en buiten de SER hebben betrokken bij de adviezen die we aan het maken zijn. En dat hebben we vaak hier in huis gedaan, aan tafels, echt met elkaar in gesprek, die dialoog opzoekend. Soms doen we het ook nog anders. Dan hoeven mensen niet echt hier te komen, maar dan gaan wij naar mensen toe en dan voeren we debat. En op andere momenten proberen we dat nog een beetje anders door online via de website mensen te betrekken bij de discussies die we hier voeren. De Sociaal Economische Raad adviseert over onderwerpen die mensen echt in hun dagelijks leven raken. Bijvoorbeeld de afgelopen periode hebben we adviezen uitgebracht over de arbeidsmigratie... over discriminatie op de werkplek, over hoe het met arbeidsgerelateerde zorg gaat. Bijvoorbeeld denk aan de bedrijfsarts. Maar we hebben ook bijvoorbeeld een advies uitgegeven over hoe het midden- en kleinbedrijf betere financiering kan krijgen. Ook voor 2015 gaan we natuurlijk weer aan de slag met belangrijke thema's die nu spelen in de samenleving. We proberen dat een beetje te onderscheiden in verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld, het allerbelangrijkste onderwerp voor iedereen is natuurlijk groei en banen. Krijgen we de Nederlandse economie weer goed aan de praat? En op welke manier doe je dat dan? Maar we leven ook in een samenleving waarin je niet meer alleen naar Nederland kan kijken. maar ook naar de globalisering en Europa moet kijken, natuurlijk. Er is ook veel dynamiek op de arbeidsmarkt. Er komen nieuwe bedrijven bij. We hebben steeds vaker ZZP'ers. Er is heel veel. Verandering in het soort werk wat er is. De robotisering komt eraan. Daar gaat de CER ook het komende jaar derde thema over adviseren. Daar hoort bij dat kennis eigenlijk steeds meer veroudert en steeds sneller veroudert. En dat je dus goed moet kijken hoe je die kennis tot stand brengt. Daarom is kennis en scholing een heel belangrijk vierde onderwerp voor de sociaal-economische raad. Maar er verandert ook veel in het persoonlijk leven van mensen. Je werkt langer door. Je combineert het vaak met veel meer zorgtaken. Werken en leven in de toekomst is een belangrijk vijfde thema voor de SER. En natuurlijk um, zien we ook dat de wereld verandert, dat economie steeds belangrijker wordt, ook in het kader van duurzaamheid, vergroening. Um, circulaire economie, steeds meer hergebruik van dingen. Ook dat belangrijk thema voor de CER. En natuurlijk, ten slotte, we hebben in Nederland een heel goed sociaal stelsel. We hebben in Nederland een heel goed pensioenstelsel. Dat willen we graag zo houden. Maar soms moet je ook een stelsel vernieuwen om het houdbaar te houden. Ook daar zevende onderwerp denkt de CER over voor dat. De SER wil graag het huis van de verbinding zijn. Uh, kernactoren bij ons zijn natuurlijk sociale partners, werkgevers en werknemers. En dan kun je met elkaar praten alsof je allebei een tegengesteld belang hebt, maar je kunt ook op zoek gaan naar wat is je gezamenlijke ambitie. Dat is eigenlijk de werkwijze van de SER om niet wat scheidt te benoemen, maar vooral wat ons verbindt, wat we samen kunnen betekenen voor die samenleving. Daar gaan onze adviezen over, uh, en dat willen we graag eigenlijk met alle betrokkenen. Deskundigen, wetenschappers, maar ook mensen die er gewoon mee te maken hebben, in onze adviezen tot uiting brengen.